Odessa van Mixfight hier staan met Remy Bonjasky, die ook zijn share heeft gehad in de vechtsport. Remy, wat vond jij van de persconferentie? Ik vond het een hele vermakelijke persconferentie, moet ik echt eerlijk zeggen. Ik heb er echt van genoten. Het is hier en daar ouderwetse trash talken. Het is mooi opgezet door Glory. De vechters die zijn binnenboord gebleven. Ze zijn niet over de lijn gegaan. Ze hebben niet elkaars moeder uit de scheld. Ze hebben niet zitten knokken of wat dan ook. Heel professioneel waren ze allebei. Ze hadden allebei goede antwoorden terug. Hier en daar had Badr een charmante opmerkingen waardoor hij toch goed uitkwam met zijn woorden. Dus ja, ik heb me echt wel vermaakt. En wat voor sfeer verwacht je, de sfeer die je nu hebt geproefd, heeft dat een invloed op wat jij verwacht van de wedstrijd? Ik denk zeker dat de sfeer die er nu gezet wordt en het gevoel wat men heeft al vooraf aan deze wedstrijd, dat wordt alleen maar nog groter door dit soort persconferenties. Ik denk zelfs dat ze misschien volgende maand gewoon nog een keer zoiets moeten doen. En met misschien een andere opzet of wat dan ook. Maar het is heerlijk om hiervan, ik kan er echt van genieten. Want ik weet dat ze allebei gretig zijn om te winnen. En ja, er werd heel vaak de vraag gesteld werd van, gaat het om titel, titel, titel? Hier gaat het helemaal niet om een titel. Ze willen elkaar gewoon beuken. En daar moeten ze voor gaan. Ze willen elkaar technisch op de kickboxregels willen ze elkaar gewoon aanpakken. Dus laat die titels even zitten. Al die, wat zijn het, 12 belts die Rico heeft. Want je krijgt bij elke wedstrijd krijg je er eentje. Ik weet niet hoeveel hij heeft. Hey, gooi ze in de brullenbak. Het gaat nu gewoon om de eer. Ze willen elkaar gewoon aanpakken en niemand wil verliezen. En dus het is niet belangrijk welke titel. Nou, ik zie dat je er heel erg van geniet. Dat je echt een weersprankeling in je ogen krijgt. Mis je het dan niet om daar zelf te staan? Ja, om daar zelf te staan, ik mis het absoluut niet. Ik zit lekker dicht bij de sport. Dus ik ben niet in één keer weer bij de bank gaan werken of wat dan ook. Nee, ik heb een sportschool. We openen straks nog een sportschool op 6 januari in Hilversum. Bonjasky Academy. Dus ik zit zo dicht bij de sport nog steeds. Dus ik ben er absoluut niet. Ik heb niet het gevoel dat het kriebelt. Want ik train jongens en meisjes die op hetzelfde niveau willen komen. Dus ik zit nog vaak nog langs de ring te coachen. Dus nee, ik ben dagelijks te vinden in de sportschool. Dus ik mis het absoluut niet. Die spanning heb ik nog steeds als jongens en meisjes voor mij de ring in moeten. Dus nee, absoluut niet. En juist omdat jij nog zo erg in de sport zit, je hebt de tijd van Badr meegemaakt dichtbij. Je maakt nu de tijd van Rico mee. Het is een beetje new school, VS old school. Op wie zet jij je geld? Het is moeilijk om mijn geld op een van de twee te zetten. Kijk, als ik terugga naar hoe goed Badr was toen hij tegen mij vocht, ja, dan was hij een soort van onverslaanbaar. Hè? Er waren maar weinig mensen die hem konden verslaan. Ik ken er eentje die hem heeft weten te verslaan, zelfs twee keer, dan ben ik zelf. En toen was hij echt goed. Kijk, ik kan nu niet aanvoelen hoe goed hij is. Ik weet alleen wel dat hij veel minder wedstrijdritme heeft. Want ja, Badr in de goede tijd, net wat ik zeg, is bijna niet te verslaan. Hij heeft goede KO's. En die discussie die ze net hadden over of het allemaal wel klopt. Nou, het zal een worst wezen. Hij sloeg gewoon iedereen knock-out. Wat dat betreft was hij in die tijd ontzettend goed. Ik weet niet hoe hij nu is. Hij is nu, ik meen, 35 jaar. Ja, die jaren gaan wel tikken. Als ik kijk naar toen ik zelf 34, 35 jaar was, dan word je net even iets minder. Dus, en daar wil ik het niet op gooien. De wedstrijd staat er gewoon. En ik hoop echt dat Badr gewoon super in fit is. Dat zijn wedstrijdritme, dat niet uitmaakt. Want dat moet niet het geval zijn. Dus ik hoop dat ze gewoon allebei gewoon super fit zijn en dat ze gewoon gaan knallen. Nou, dankjewel Remy voor je analyse. En dan zien we je bij Glory Collision 2. Ik ben er nou. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. En jullie ook.